Een hele goede middag. Mijn naam is Shanti Jagmohansing en mede namens alle organisaties aangesloten bij Platform 6-2, het Centrum voor Jeugd en Gezin en de gemeente Rotterdam, heet ik jullie van harte welkom bij deze Zero Tolerance Day conferentie, wat helemaal in het teken staat voor het aandacht vragen voor de uitbanning van vrouwelijke genitale verminking. Vandaag mag ik jullie dagvoorzitter en verhalenverteller zijn. En daarnaast ben ik ook werkzaam bij de gemeente Rotterdam op dit gebied. En dat laatste is eigenlijk ook niet helemaal toevallig. Want Rotterdam is bij deze editie ook de gaststad voor deze Zero Tolerance Day conferentie. En vandaag, misschien kunnen jullie het zien of jullie zien het straks, maar ik sta hier in het Bibliotheektheater in Rotterdam. En eigenlijk in een hele bijzondere setting, want het is voor het eerst dat deze conferentie volledig live is. En dat betekent dat jullie vanmiddag alle sprekers live voorbij zullen zien komen. En ook dat jullie al je vragen of opmerkingen in de chat kunnen stellen. Als het goed is, zien jullie dat nou ook in beeld. En die hou ik dus de hele middag in de gaten. Verhalen. Deze editie van Zero Tolerance Day draait helemaal om verhalen. De verhalen van de vele stemmen in de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking. Aan de hand van verhalen nemen we jullie vanmiddag mee in de wereld van de maar liefst 200 miljoen wereldwijd besneden meisjes en vrouwen en de vele meisjes die nog risico hierop lopen. We gaan luisteren en in gesprek met professionals, experts en sleutelpersonen. En zij nemen ons mee in de complexiteit van dit probleem en geven aan waarom het zo moeilijk is om dit probleem wereldwijd uit te bannen. Maar ze vertellen ons ook de route naar hulp. Na dit plenaire programma gaan we naar een aantal workshops die heel erg bijzonder en interessant zijn. En we sluiten af op een hele bijzondere manier. Daar ga ik nog niet te veel over verklappen, maar dat wordt wel echt iets heel bijzonders. Maar voordat we daarmee gaan beginnen, wil ik nu eigenlijk starten met twee officiële welkomstwoorden. We zijn hier vandaag in Rotterdam en we hebben niemand minder dan wethouder Judith Bokhoven, onze wethouder van mobiliteit, jeugd en taal, die het eerste welkomstwoord zal doen. Ik geef nu het woord aan Judith Bokhoven. Dames en heren, het onderwerp van vandaag stemt droevig. We hebben het niet alleen over mishandeling, maar misschien wel over de zwaarste vorm van lichamelijke mishandeling. We hebben het over genitale verminking van meisjes en vrouwen. En gelukkig gaan we met elkaar bespreken wat we er samen tegen kunnen doen. Want dat we iets moeten doen, dat is duidelijk. Achter de cijfers schuilt niet alleen heel veel menselijk leed en pijn, maar er schuilen ook ernstige medische risico's. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van genitale verminking tijdens een bevalling. Omdat besnijdenissen bij meisjes onder enorme sociale druk plaatsvinden, vluchten sommige dappere moeders zelfs naar andere landen. Ze verlaten huis en haard en hun familie. Ze laten alles achter om hun dochter of dochters veilig te stellen van deze gruwelijke mishandelingen. Ik hoop dat deze conferentie een bijdrage levert aan oplossingen. En ik hoop dat deze workshops u helpen en ons helpen, zodat u uw bijdrage kunt leveren. Zodat we samen dit taboe bespreekbaar kunnen maken en blijven bespreken. Zodat we in de toekomst deze schadelijke praktijk van genitale verminkingen kunnen beëindigen. Nou, dat was een heel krachtig welkomstwoord van onze wethouder. En dan wil ik nu meteen door naar Leon Noorlander en hij is directeur van VAROS. Ja, goedemiddag allemaal. Welkom ook allemaal namens mij en namens het platform 6-2. Namens platform 6-2 organiseren we dit jaar wederom Zero Tolerance Day. Het platform bestaat uit Defence for Children Nederland, EFSAN, Plan International en wij van VAROS. Het platform organiseert al sinds 2004 in Nederland deze Zero Tolerance Day. En niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld vinden er rond 6 februari bijeenkomsten plaats. Het doel? Om ons eraan te herinneren wat we allemaal willen. VGV de wereld uit en goede zorg voor vrouwen die besneden zijn. VAROS is als focal point meisjesbesnijdenis
Al sinds de jaren 90 actief betrokken bij de strijd tegen VGV. Dit doen we samen met heel veel anderen die deels vandaag ook online met ons meeluisteren. Het past dan ook om de andere partners in ons platform 6-2, EFSAN, Plan en Defense for Children, te danken voor deze ontzettend goede samenwerking. Maar ook de andere ketenpartners in Nederland die zich al zoveel jaren voor dit thema inzetten. Denk aan de sleutelpersonen, de GGD'en, Veilig Thuis, de Raad van de Kinderbescherming, asieladvocaten en ook heel veel medisch professionals, zoals verloskundigen, gynaecologen en huisartsen. Samen hebben we in Nederland gewerkt aan een hele sterke ketenaanpak, een combinatie van preventie, van zorg en van handhaving, met daarin uiteraard een hoofdrol voor mensen uit de risicolanden zelf, voor de sleutelpersonen VGV en ook een belangrijke rol voor professionals in de verschillende werkvelden. Deze ketenaanpak blijven we nu en de komende jaren met elkaar versterken. Bijvoorbeeld, op het gebied van zorg is het Amsterdamse UMC onlangs gestart met een poli voor vrouwen die klachten hebben door hun besnijdenis. Deze poli kan vrouwen die besneden zijn voorzien van passende en kwalitatief goede zorg. Bijkomend goed nieuws is natuurlijk dat, mocht een reconstructieve operatie het passende antwoord zijn op de klachten, deze operatie binnenkort ook vergoed wordt. De Tweede Kamer heeft toegezegd dit te vergoeden vanuit de zogeheten basisverzekering. Een ontzettend goede ontwikkeling. We zijn dus echt een heel eind gekomen sinds de jaren 90 en daar mogen we trots op zijn. De Nederlandse VGV-aanpak wordt in het buitenland dan ook zeer geroemd. Maar er is geen reden tot zelfgenoegzaamheid, want VGV is de wereld en helaas ook Nederland nog niet uit. Velen van jullie die vandaag aanwezig zijn, dragen op jullie eigen manier bij aan onze strijd tegen VGV. En of dat nou als professional is in de keten, als vrijwilliger bij een zelforganisatie, of als moeder of als vader die het beste wil voor hun kinderen, wij gaan samen dit werk voortzetten. En er komt ook steeds meer ondersteuning vanuit de overheid en dat is goed. Afgelopen jaar presenteerde zij het actieplan Schadelijke Praktijken. Met hierin onder andere ook heel veel aandacht voor VGV. Er staan verschillende actiepunten in het actieplan Schadelijke Praktijken opgenomen. En we hopen van harte dat de uitvoering dit jaar voortvarend van start gaat. Het is goed te zien dat de overheid onderschrijft dat VGV een onderwerp is die echt blijvend aandacht nodig heeft. Maar dat hoef ik jullie natuurlijk niet te vertellen. Sterker nog, de verhalen die vandaag centraal staan in het programma kunnen dat veel beter. Het programma neemt jullie vandaag mee in de verhalen en in de strijd tegen VGV. Verhalen die staan voor de vele stemmen en de strijd die wereldwijd nog elke dag wordt gevoerd. Zoals al eerder gezegd, heeft platform 6-2 dit jaar nauw samengewerkt met de gemeente Rotterdam en het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond. Samen hebben we deze middag voorbereid. De gemeente en het Centrum Jeugd en Gezin hebben het dus mede mogelijk gemaakt om in deze bijzondere, ook sneeuwrijke omstandigheden een prachtig online programma neer te zetten. Ik denk dat als we dit jaar fysiek bij elkaar waren gekomen, dat het door de sneeuw misschien niet eens was doorgegaan. Dus dat online is soms best handig. Ik wil ook namens het platform, de gemeente Rotterdam en het Centrum van Jeugd en Gezin in Rijnmond ontzettend bedanken voor de voorbereiding van dit programma. Tot zover van mij. Ik wens iedereen vanmiddag een hele goede middag en heel veel inspiratie toe. Dank jullie wel. Dank je wel, Leon. En je zegt het inderdaad heel mooi. Het is heel bijzonder dat wij hier vandaag op deze sneeuwrijke dag inderdaad op deze manier toch deze conferentie door kunnen laten gaan. En daar ben ik zelf ook heel erg blij mee. We hebben het eigenlijk al heel erg krachtig gehoord net in de welkomstboodschappen. Vrouwelijke genitale verminking is in veel landen,
ook in Nederland verboden. En toch komt het over de hele wereld voor. En ik wil dan toch even een paar cijfers noemen om het belang even extra te benadrukken. Zo'n 200 miljoen meisjes en vrouwen zijn wereldwijd besneden. En ieder jaar lopen ongeveer 3 miljoen meisjes het risico te worden besneden. En hoe zit het dan in Nederland? In Nederland wonen er ongeveer 41.000 vrouwen die besneden zijn en lopen nog eens 4200 meisjes de komende 20 jaar het risico besneden te worden. Al deze vrouwen en meisjes hebben een verhaal. En het vertellen van deze verhalen is belangrijk voor het creëren van awareness over dit probleem. Het komt voor over de hele wereld, ook in Nederland. Maar het is vooral ook belangrijk voor het doorbreken van het taboe, wat nog steeds heel erg rust op vrouwelijke genitale verminking. En het doorbreken van het taboe betekent vaak de start van verandering. Dat gevangen verhalen vrijkomen en dat de route naar hulp zichtbaar wordt. En vandaag willen wij daarom die verhalen vertellen. En dat gaan we doen op een hele bijzondere manier. Want wij hebben geprobeerd om de ervaringen, de dilemma's en de worstelingen van al deze vrouwen en meisjes te bundelen in twee fictieve verhalen. En dat zijn de verhalen van Naila en van Aissatou. En wij gaan eigenlijk straks met deze twee vrouwen op reis. En we volgen een stukje uit hun leven. En ja, we worden eigenlijk meegenomen in hun dilemma's en worstelingen en waar zij mee te maken hebben. En onderweg spreken we ook met experts, professionals en sleutelpersonen. En zij geven eigenlijk duiding aan de verhalen van Naila en Aissatou. Zij laten zien hoe complex het is om dit probleem aan te pakken. En dat het helemaal niet makkelijk is om bepaalde dingen te doorbreken. Maar zij laten ons ook zien dat er hulp is, dat er nazorg is. En bovenal laten deze verhalen zien hoe sterk deze vrouwen zijn. Vrouwen zoals Naila en Aissatou. En ik ga straks eerst beginnen met het verhaal van Naila. Naila uit Sudan. En zij staat eigenlijk voor een van de 200 miljoen wereldwijd besneden vrouwen. En nog even een cijfer wat ook weer indruk maakt. In Sudan is maar liefst 87% van de vrouwen besneden. Ga ik nu naar het verhaal van Naila. De titel van het verhaal van Naila is: kan een traditie schadelijk zijn? Naila staat op het punt de grootste reis van haar leven te maken. Een reis waarbij ze moet bepalen wat ze van haar oude wereld meeneemt naar haar nieuwe wereld. De kou boort in haar huid. Dat is het eerste wat ze van Nederland voelt bij de aankomst op Schiphol. Naila weet dat ze dit gevoel voor de rest van haar leven niet zal vergeten. Zo anders dan de atmosfeer in Sudan. Het land waar ze 26 jaar geleden geboren was. Waar ze alle schakeringen van de warmte had leren kennen en had opgeslagen als normaal. Dat was haar wereld. Haar enorme wereld die ze had moeten terugbrengen tot de inhoud van de bruine leren koffer in haar hand. Het onmogelijke werd vloeibaar en bracht haar helemaal naar Nederland. Nieuwsgierig bekijkt ze de vrouwen om haar heen. Niet de vrouwen van dezelfde vlucht uit Sudan, maar de vrouwen van Nederland. Ze neemt hun kleding, hun houding, hun manier van praten in zich op. Ze weet bijna zeker dat deze vrouwen, naar wie ze zo nieuwsgierig is, helemaal niets van haar weten. Het is net alsof ze over haar heen kijken. Haar niet echt zien. Terwijl zij toch echt het grootste avontuur van haar leven tot dusver is aangegaan. Zouden ze dat echt niet aan haar kunnen zien? Hoe stoer ze is? Ze is een trotse vrouw uit Sudan. Een echte vrouw die de tradities kent en in ere houdt. Zij is een goede vrouw. Daarom had haar man, Asim, haar uitgekozen. Straks ziet ze hem. Haar slimme man die haar was voorgegaan naar dit verre Nederland.
omdat hij hier, na de gedwongen vlucht, een prachtig bestaan zal opbouwen. En daar had hij een goede vrouw bij nodig. En dat werd Naila. Haar schoonfamilie was heel tevreden met haar. En dat maakte haar eigen familie ook weer trots. En die trots, dat was belangrijk. Ook al hoorde daar pijn bij. Dat moest je verdragen. Dat deden vrouwen immers al eeuwen. Het is maar vrouwelijke pijn. Je verdraagt het omdat het bijdraagt aan iets groters. Dat zal Naila haar dochters ook meegeven. Om meer te weten en te begrijpen over de achtergrond van Naila en om dat beter te kunnen duiden, gaan we nu in gesprek met Jet Bastiani van Plan Nederland, een echte expert op dit gebied. Jet, van harte welkom. Dank je. Fijn dat je op deze manier... Ik realiseerde net na je verhaal dat jij over Naila begon te vertellen. Dat op het moment dat zij geboren is, misschien wel in Khartoum in Soedan, ik daar een project had tegen meisjesbesnijdenis. Kun je nagaan hoe lang we al bezig zijn met die complexe problematiek. Inderdaad, want hoe lang is dat geleden, Jet? Ik heb daar van 1991 tot 1995 gezeten, gewerkt. Ja. Nou, kan je nagaan inderdaad dat dit echt een kwestie is van lange adem. Jet, misschien kan jij ons wat meer meenemen in de achtergrond van Naila. En wat meer vertellen over vrouwelijke genitale verminking. Maar vooral ook wat het zo belangrijk maakt. Hoe dat wordt gezien. Welke waarde er wordt gehecht aan deze traditie. Ja, oké. Ik zal FGM of meisjesbesnijdenis gebruiken in mijn verhaal. Dat praat voor mij wat makkelijker en dat ben ik wat meer gewend dan de Nederlandse term. En even in het algemeen beginnen, even voor iedereen. Wat is dat nou precies, meisjesbesnijdenis? Nou, de WHO heeft het als volgt geformuleerd. Het is een procedure die een gedeeltelijke of totale verwijdering van de externe genitaliën van vrouwen en meisjes of elk ander letsel van vrouwelijke genitale organen voor niet-medische doeleinden of redenen betreft. Dus het is het verwijderen of dichtnaaien van de grote schaamlippen, kleine schaamlippen of zelfs het aanprikken van de clitoris valt daar al onder. En daarnaast is het ook van belang dat jullie realiseren dat FGM internationaal erkend is als een ernstige mensenrechten schending voor meisjes en vrouwen. Dat komt voor in ongeveer 30 landen en niet alleen in Afrika, wat sommige mensen denken, maar ook in het Midden-Oosten en Azië. En in sommige landen worden meisjes al onder hun eerste levensjaar besneden, maar in andere landen juist tussen de 5 en 9 jaar. En soms ook als een soort overgangsritueel van hun meisje naar hun puber of vrouw zijn, dus tussen hun 10e en 14e. Wat zijn de gevolgen van een meisjesbesnijdenis? Lichamelijke klachten. Infecties, zoals urineweginfecties of het ontsteken van de wond. Hevige bloedingen na de ingreep, soms leidend zelfs tot overlijden. Ontstaan van een fistula, waardoor voortdurend urineverlies. Nou, deze meisjes die ruiken ook altijd, die schamen zich, die komen niet meer buiten daarna. Buikpijn bij de maandelijkse cyclus. Complicaties op latere leeftijd tijdens de bevalling. Maar ook psychische gevolgen als gevolg van het trauma wat ze hebben moeten ondergaan als jong meisje terwijl ze besneden werden. Ze gaan zich isoleren, ze durven niet meer naar buiten. Uitval van school als je veel van die klachten hebt. Waardoor ze op latere leeftijd dus ook weer moeilijk aan een goede baan komen omdat hun opleiding wat minder is en dan normaal zou moeten zijn. En daarnaast natuurlijk nog beperking van positieve seksuele gevoelens. Misschien ook wel op psychisch vlak en lichamelijk vlak. Waarom gaat deze bestrijdenis, deze praktijk nou zo lang door? Waarom zeg ik nou, ik ben er al in 90 jaar al zoveel mee aan het werk zijn. Waarom zijn we al zo lang aan het proberen om gedragsverandering te bewerkstelligen? Om daar inzicht in te krijgen, is het belangrijk om te kijken op welke leeftijd worden deze meisjes besneden en waarom worden ze eigenlijk besneden. Leeftijd heb ik net al een beetje verteld, het hangt er heel erg vanaf. Of het is om een overgangsritueel te duiden.
Maar wat hebben we bijvoorbeeld ook gezien in Mali, dat op een gegeven moment toen het verboden werd, dat mensen het stiekem gingen doen en dus juist op een jongere leeftijd hun dochters gingen besnijden. In sommige culturen gebeurt het zelfs voor het eerste levensjaar. Er wordt wel eens gezegd dat mensen dit om de reden doen dat de meisjes op een gegeven moment niet kunnen verklappen of klagen dat ze besneden zullen gaan worden. Dus als je het op een jonge leeftijd doet, kunnen ze er niets over zeggen en blijft het ook geheim. Je hebt regionale verschillen, hè, de gradaties van de meisjesbesnijdenis, type 1, 2 of 3. Die zijn ook verschillend per land, cultuur en zelfs community. En de medische consequenties, de gezondheidsrisico's, als je dat uit gaat leggen aan de mensen, dat schijnt ook geen invloed te hebben gehad op de opleiding van mensen. Want wat zagen we in Nigeria en Egypte gebeuren? Dat het gemedicaliseerd werd. Wat doen beter opgeleide ouders in de steden? Zij brengen hun dochters naar het ziekenhuis of naar een arts, zodat die op een hygiënische, goede manier hun dochters kunnen besnijden. Dus je ziet dat dan toch de meisjesbesnijden nog steeds doorgaat, ondanks de kennis die men erover heeft en het feit dat men betere opleiding of iets meer geld heeft. De religieuze argumenten zijn ook erg belangrijk. Vaak wordt er gezegd dat het gaat om islam en de moslimmensen die het doen. Maar je ziet ook in veel landen dat andere religieuze groepen of zich daarbij aansluiten of vinden dat ze bij de community moeten horen. Dus het is zeker niet strikt gebonden aan de islamitische religie. In onze programma's zien we ook vaak dat het gelinkt is aan kindhuwelijken of überhaupt huwelijken. Het is vaak een voorwaarde om te kunnen trouwen, om een goede bruid te zijn. En moeders denken dus vaak dat hun dochter geen bruidegom later zou kunnen vinden als ze niet besneden is. In Kenia hebben we van een vrouw gehoord die 21 was en in het huwelijk zou gaan treden, dat ze zich toch nog snel heeft laten besnijden. Omdat ze bang was dat er op de huwelijksnacht achter werd gekomen dat ze niet besneden was en geen goede bruid zou zijn voor haar bruidegom, voor haar aanstaande man. Dus je kunt nagaan hoe diep het soms zit. Het argument dat meisjes daardoor maagd zullen blijven als ze besneden zijn en dus als maagd in het huwelijk kunnen treden, wordt ook vaak als besnijdenis opgevoerd. Daarnaast wordt een besneden vrouw als mooi en rein gezien. Dan zijn er nog diverse mythes die in stand worden gehouden. Gezondheidsredenen, mythe. Men denkt dat Jet, kan jij maar horen? Ja. Oh ja, nee, dat is goed. Ik heb net doorgekregen dat we nog 5 minuten hebben. Dus ik wou jou heel even... om het ook weer concreet te maken voor Naila. Ja. Hè, het verhaal waarin wij zitten. Ik ben bijna in Soedan. Ja. Je bent bijna in Soedan? Ja. Nou, dat is fijn. En misschien nog ook eventjes in je verhaal meenemen. Want het is volgens mij, is het bijvoorbeeld ook in Soedan, is het daar ook verboden bij wet? En waarom is het dan toch zo ingewikkeld om dat ook te handhaven? Ja, ik zal het kort houden. Nou, al deze dingen betekenen dus dat er sociale normen onder liggen. Dat er gendernormen onder de meisjesbesnijders liggen. Die bepalen dat meisjes besneden worden. Hè, mensen denken dat hun buren, dat andere mensen denken dat het zo moet. En daarom doen ze het. In Soedan is dat ook het geval. Want als je kijkt dat er van de vrouwen tussen de 15 en 49 87% besneden zijn. En je doet onderzoek, dan zie je dat 53% van de vrouwen vindt dat meisjesbesnijdenis moet stoppen. En toch doen ze het. Nou waren er sinds de grondwet in Soedan was meisjesbesnijdenis verboden. Maar er waren pas 4 staten in Soedan al die tijd die het echt verboden hadden. Gelukkig is er vorig jaar een nationale wet gekomen. En daarmee wordt meisjesbesnijdenis nu gestraft met een celstraf van 3 jaar. Meisjesbesnijdenis wordt nog steeds als taboe gezien en de invloed van de islam, de religieuze leiders in Soedan, is nog steeds heel sterk en die proberen ook nog steeds die uitvoering van die wet ook nu, maar zeker die blijven promoten dat meisjesbesnijdenis doorgaat. Nou, wat ook lastig is in Soedan is dat er heel veel grenzen zijn, hè? Ethiopië, Zuid-Soedan, Eritrea, Egypte, waar ook meisjesbesnijdenis voorkomt en waar de wetgeving dus een beetje varieert. Dus je kunt of mensen uit die landen zijn die juist in Soedan willen laten doen, of er is uitwisseling via de grens door ouders die toch de meisjesbesnijdenis willen laten gebeuren.
Wat proberen we dus, als je al die complexiteit ziet, wat proberen we dus als Plan International in Soedan? Wij proberen via de Salima-approach mensen te laten verklaren dat een meisje mooi is zoals het geboren wordt. Ze is schoon, volmaakt, gaaf, geschapen door Allah zoals ze geboren wordt. En daar moet je dus niets aan doen, daar moet je dus van afblijven. Dit wordt breed gedragen door allerlei groepen, vooral veel jongeren die dit uitdragen. Daarnaast leggen we natuurlijk uit wat de gezondheidsrisico's zijn, maar vooral omdat het niet alleen een sociale norm, maar een gendernorm is, dat meisjes net zo goed als jongens rechten hebben op hun eigen lijf en leven. En dat is denk ik een belangrijke onderliggende norm die je aan moet pakken. Wil je echt dit gebruik veranderen? Nou zeker, lijkt me heel erg belangrijk. Ja, anders blijf je natuurlijk zoveel vrouwen en mannen hebben die moet afgeschaft worden en het gaat gewoon door. Nou, dat lijkt me eigenlijk wel een mooie afronding voor dit onderdeel. Omdat het is natuurlijk heel erg ingewikkeld om iets aan te pakken wat cultureel nog zo hoog in het vaandel wordt gehouden. Dan heb je een wet. Maar misschien door juist dit te benadrukken op deze manier, kunnen we toch toewerken naar, naar duurzame verandering. Dat hoop ik in ieder geval. Ik vond het heel mooi hoe je dat ook hebt uitgelegd. En hoe lang zijn jullie nou eigenlijk daarmee bezig met wat je aan het einde beschreef? Met onze aanpak? Nou, omdat je dus steeds weer... omdat je de dieperliggende norm van genderongelijkheid... Hè, ook wat je nu weer steeds meer ziet opkomen... dat toch voor vrouwen bepaald wordt wat ze wel of niet mogen... en hoe ze met hun lijf omgaan. En nou ja, kijk maar naar abortus en andere dingen. Dat je daar steeds weer tegenaan moet gaan. En ook met mannen en met jongens erover moet praten. Gelijke rechten voor meisjes en jongens. Ook seksuele reproductieve rechten. Dat is een strijd die lange adem nodig heeft, wat jij al zei. Ja. En ook steeds weer weerstanden vindt in diverse landen, communities en periodes. Nou zeker, maar ik ben heel erg blij met alles wat jullie doen. En ik wil jou heel erg bedanken voor je bijdrage vandaag in deze conferentie. Graag gedaan. Dankjewel, Jet. Joep. Nou, ik denk dat Jet heel erg duidelijk heeft gemaakt hoe ontzettend ingewikkeld dit is. En met die achtergrond in ons hoofd ga ik weer verder met het verhaal van Naila. We hebben haar net gevolgd. Zij is net aangekomen in Nederland. En het is allemaal heel erg spannend voor haar. Je leven oppakken, in een koffer stoppen en weer uitpakken in een nieuw land. Voor Naila is dat alles behalve makkelijk. Ook al is ze hier inmiddels al langer dan een jaar. Heimwee knaagt in haar lichaam. Verdriet klopt in haar vingertoppen. Een soort ongemak wat haar tweede natuur is geworden. Buiten is ze altijd op haar hoede. En binnen trekt het grijze weer van Nederland vaak door naar haar hoofd. Dan heeft ze nergens zin in. En wacht ze maar op haar man tot hij weer thuis is van werk. Maar er is ook een andere kant. Als haar man er weer is, dan verandert het huis. Het grijs in haar hoofd krijgt kleur, omdat haar huis zich dan omvormt tot hun wereld samen. Daarin is ze geliefd en een goede vrouw. Dan weet ze weer wat haar taak en wat haar rol is. En die vervult ze met glans. Vooral sinds ze gezegend is. Wat wil ze dat graag met haar moeder, haar zussen en haar tantes delen? Ze draagt een kind in haar buik. In dit vreemde land heeft ze een belangrijke taak gekregen. En zo snel al. Ik ben zwanger. Het uitspreken van deze woorden in het Nederlands vindt Naila opwindend. Ze heeft een afspraak bij de verloskundige. Zo gaat dat hier. Het is alsof ze in korte tijd is veranderd in een andere vrouw. De verloskundige is de eerste vrouw in Nederland met wie ze echt zal praten in de nieuwe taal. Naila is nerveus, oefent alle Nederlandse woorden die ze kent. De schatkist aan woorden nog lang niet genoeg gevuld. Wat zou de verloskundige haar gaan vertellen? Als alles maar goed is met dit kleine wonder in haar buik. Dit wonder dat heel erg Nederlands aanvoelt.
deze baby zou geboren worden zonder de hele familie om zich heen. Zal de verloskundige haar vertellen wat ze moet weten om een goede moeder te zijn? We gaan nu luisteren naar verloskundige Gea Feijen, die Naila niet alleen van alles kan vertellen over haar zwangerschap, maar vooral ook wat het betekent om besneden te zijn en zwanger. Als vrouwen uit een land komen waar besnijdenis voorkomt, dan vraag ik daar als verloskundige altijd naar. Ik toon altijd eerst interesse naar het land waarvan ze vandaan komen. Of ze alleen hier zijn, of ze al lang in Nederland zijn. Of er nog veel familie in het land is waar ze vandaan komen. En dan geef ik aan dat ik weet dat in dat land besnijdenissen voorkomen. En dan vraag ik of dat bij hen eventueel ook gebeurd is. De reacties die ik dan krijg zijn van erg opgelucht dat ik ze naar vraag, omdat sommige vrouwen hele vervelende complicaties hebben gezien tijdens de bevalling in hun eigen land. En dat bijvoorbeeld heel veel bloedverlies. En dat ze bang zijn dat dit bij hen ook gaat gebeuren als ze moeten gaan bevallen. Maar er zijn ook vrouwen die niet weten dat ze besneden zijn. Ik vraag er altijd naar omdat er verschillende vormen zijn van besnijdenis, waarvan bij de meest ernstige vorm ook extra handelingen verricht moeten worden tijdens de bevalling. Dit geef ik aan vrouwen en ik geef ook aan dat dit eventueel in de zwangerschap zelf al geopend kan worden. Dus daarom vraag ik altijd om bij een volgende controle te kijken naar de besnijdenis. Dus in de zwangerschap al een keer te kijken hoe hun besnijdenis eruit ziet. Dan kan ik ook bespreken wat ik moet gaan doen tijdens de bevalling. Ik geef dan ook aan dat ik deze opening niet weer dicht mag gaan maken. Veel vrouwen vinden dat prettig dat ik het niet meer dicht mag maken, omdat ze dan minder klachten gaan hebben bij het plassen, dat ze minder klachten gaan hebben van de menstruatie en dat ze makkelijker gemeenschap kunnen hebben met hun partner. Er zijn ook vrouwen die dat heel erg vinden dat ik het niet meer dicht mag maken. En die zijn ook vooral bang dat hun partner dat erg zal vinden. Met deze vrouw probeer ik ook nog een afspraak samen met hun partner te maken over de gezondheidsproblemen die vrouwen kunnen ervaren van hun besnijdenis. Als een vrouw ook nog een dochter krijgt, informeer ik erna of zij haar dochter zou willen laten besnijden. Geef ik ook aan dat dat in Nederland niet is toegestaan en geef ik haar daar meer informatie over. Nou, dat was Gea Feijen. En dan gaan we nu weer verder met Naila. En zij heeft inmiddels ook de verloskundige bezocht en is daar best van ontdaan. Het gesprek met de verloskundige doet Naila trillen van binnen. Ze probeert rustig in en uit te ademen, terwijl haar wereld op zijn kop staat. Niemand had haar dit ooit verteld. Waarom niet? Schok werd ingehaald door verbazing en overstemd door boosheid. Ze is boos op de verloskundige, maar ze is ook boos op haar familie. Haar moeder, dat ze haar dit nooit hadden verteld. Dat dit ook hoort bij de traditie van meisjesbesnijdenis. Tijdens het gesprek overheerste schaamte. Alsof ze onder een felle lamp werd geplaatst, waardoor feiten die ze nooit had geweten opeens in het licht kwamen te staan. Ze probeerde het te verbergen, maar de verloskundige had haar verwarring bemerkt. Achter haar masker haar echte gezicht ontdekt. Verwarring die niet in woorden te vatten waren. Al helemaal geen Nederlandse woorden. Wat eruit kwam, was in haar moedertaal. Ze wenste dat haar man erbij was geweest. Toen kreeg ze opeens de naam door van een andere vrouw. Een vrouw wonend in Nederland. Maar net als haar uit een ander land. Een land waarin ook deze vrouw de tradities had gevolgd die haar tot een echte en goede vrouw maakte. Maar nu was ze daarvan afgestapt. Sterker nog, ze wilde dat deze traditie van meisjesbesnijdenis uit de wereld zou verdwijnen. En daarom is ze sleutelpersoon geworden, om andere vrouwen te helpen. Het verbaasde Naila, maar maakte haar ook nieuwsgierig. Wie is deze vrouw en waarom vertelt ze anderen dat deze traditie niet goed is? Wat doet een sleutelpersoon eigenlijk? Sleutelpersonen zijn ontzettend belangrijk in de aanpak van vrouwelijke genitale verminking. En om goed te snappen wat zij doen en betekenen voor de aanpak, hebben we speciaal voor vandaag een sleutelpersoon uitgenodigd
Ik noem ze altijd onze heldinnen. En vandaag is dat Sarah Muze. En ik wil jou vragen om naar voren te komen. Eigenlijk verdien je een applaus, hè? Maar het is zo digitaal. Hoi Sarah. Hoi. Wat goed dat je er bent. Dank je. Nou, ik zeg altijd sleutelpersonen, dat zijn eigenlijk onze heldinnen. Want ik vind het heel erg bijzonder wat jullie doen. Dank je. Wat ik jou wil vragen, misschien kun je ons vertellen wat een sleutelpersoon doet. Maar ik ben zelf ook heel erg benieuwd waarom jij eigenlijk sleutelpersoon bent geworden. Dus misschien kan je dat een beetje in elkaar weten. Elkaar vertellen. Ik ben een van de vluchtelingen die in de jaren 90 kwam. En ik ben zelf besneden. En daarna, ik heb heel veel, waar ik woon, in Vlaardingen, ik heb heel veel vrouwen geholpen die hetzelfde probleem hebben. Bij de verloskundige, bij een gynaecoloog. En toen had ik gedacht van ja, we moeten eigenlijk die bespreekbaar maken. En ook met elkaar komen, onze verhalen te delen. En dat wij gewoon, ik zie dat de vrouwen die daar bevallen allemaal, niet allemaal, maar meestal meisjes krijgt. En toen had ik gezegd, well, ja, we moeten gewoon iets doen waar wij meegemaakt hebben, dat meisjes die in Nederland geboren ook niet meemaakt. Nee, jij hebt het zelf meegemaakt? Ja, ik heb het zelf meegemaakt. Maar je hebt besloten van, ik wil dat niet doorgeven. Doorgeven, ja. Nee. Ik moest stoppen, zag ik toen. En hoe ben jij daarbij gekomen, Sarah? Ik ben eigenlijk heel lang gezocht. En was ook eigenlijk die tijd was ook niet zo bekend. En ik durf nu mijn huisarts te vragen. Hij was een mannelijke huisarts. En ik weet niet of de GGD toen met te maken hebben. Ik wist het eigenlijk niet. Tot ik een dag heb ik gewoon een vriendin van mij gevraagd. Ik zeg, ik wou iets gezondheid wil ik graag weten. Ik heb gegoogeld, ja, ik heb het boek gezien, waar is die hier? Ik heb maar verder niet. En toen hadden wij ik heb gewoon begonnen in mijn huiskamergesprek. Gewoon in vrouwen die ik dacht, oh, die kan ik wel mee kan gaan. En toen hadden wij daarna gehoord dat wij kunnen hebben daarna voorlichting gegeven in de huiskamer. Gewoon niet voorlichten, maar gewoon gesprekken. En toen onze was verhalen je echt te al horen. Getraind, toen heb ik getraind. Als sleutelpersoon? In 2004 had ik getraind via IFSAN. Oké. En toen begon ik 2014. Van een hele land eigenlijk. Niet alleen, meeste regio in Rijnmond. Maar als ergens anders nodig hebt, dan gaan wij. We hadden heel veel studieweekend achter de rug. Dat wij ook zelf sterk kunnen zijn om voorlichting door kunnen geven en ook heel veel informatie kunnen verzamelen. Ja, ja. En Sarah, als jij met vrouwen in gesprek gaat hierover, hoe doe je dat dan? Want het is een heel gevoelig onderwerp. En misschien zijn er ook vrouwen die er eigenlijk nog heel erg achter staan, die traditie. Wat zeg jij dan tegen hen? We hadden echt een hele lange weg gewandeld. Echt een heel moeilijke weg gewandeld. De vrouwen zijn ze weten niet beter. Het is hun traditioneel. En ze beschouwt ook dat het goede traditioneel is. Maar we hadden toen begonnen om. Ik gebruik eigenlijk meestal, om eerlijk te zeggen, dat ik een vrouw een beetje belt en grapjes maakt. En de meestal geef ik ook voorbeeld van mijn verhaal. Om vertrouwen te winnen en binnen te halen. En wat is zo'n voorbeeld? Voorbeeld is bijvoorbeeld avond organiseren. Dat iedereen eten meeneemt. En dan verschillende eten en de muziek. En dan gaan wij seksualiteit en dingen praten die wij eigenlijk niet gewend zijn. En op grappige manier. Want seksualiteit is nog best taboe. Van taboe, ja. Wat wij meegemaakt hebben. En als vrouwen, en vooral Somalische vrouwen, bij elkaar komen, dan gaan we lachen en dan dansen, weet je. En dan ga ik zichzelf voorstellen dat ik een sleutelpersoon ben. En huiskamergesprek begin jij. En die huiskamergesprek, dan zeg jij van, ik wil graag iets vertellen, de video meenemen. En dan praat ik over het geloof. Dat geloof niks mee te maken is. Dat onze profeet Mohammed alayhi salam ook niet zijn dochters besnijdt. Dan begin ik daar.
En dan traditioneel, en dan beginnen wij, wat heb jij meegemaakt? Wat heb je... Ja, je hebt dit meegemaakt, schoen jij ook je dochter? Op die manier. En zijn vrouwen die zeggen, ja, ik heb meegemaakt. Mijn moeder heeft meegemaakt, mijn oma meegemaakt. Mm-hmm. En mijn dochter, ze is een sterke gene, dus ze kan ook aan, weet je. En wat zeg je dan? En dan ga ik niet gelijk zeggen van, je gaat naar de cel. Nee, ik ga gewoon vertellen van gezondheid nog steeds en geloof. Ik ga nog steeds om die heen. En dan vertel ik van de Nederlandse wet. Dat is ook belangrijk dat vrouwen weten dat zij problemen zou krijgen als ze met dit genitale verminking doorgaat. Je moet altijd ook op de hoed zijn. Niet van, eerlijk zeggen, ik ben ook hier geleerd hoe je moet direct zijn. Maar op andere manier. Ja. Op een humoristische manier ga ik gewoon grapjes eigenlijk maken. Eigenlijk confronteer jij, maar je ook een beetje met humor. Ja, met humor en lachen. En dan ga ik daar een vrouw mee krijgen. Er zijn ook heel veel vrouwen die mee gekomen. En het belangrijkste is, misschien is jouw tweede vraag, weet ik niet. Maar het belangrijkste is dat jij gewoon vrouwen vertelt dat gezondheid niet goed is en geloof niks mee te maken. En als jij dat doet, dat jij ook een strafbaar kunnen krijgen. Dat is maar, het hele belangrijkste. Duurt het dan nog lang voordat vrouwen dat ook echt accepteren? Want het is ook wel een boodschap die ze niet gewend zijn. Ja, nee, sommigen accepteert ze niet. Sommigen, ik heb heel veel uitgemaakt van ja, die vrouw die altijd met vagina praat. Of met de vagina praat. Ik en mijn sleutelpersoon, vooral Somalische. Het is niet makkelijk. Maar nee. Je moet gewoon blijven doorgaan tot jij een groep vindt. En ook omdat wij nu heel lang bezig is en via CEG en dan kunnen wij maar we hadden in Rotterdam echt 2006, 2008 heel moeilijk gehad. Dat was het begin van die... We werken toen bij GGD in Rotterdam. Mm-hmm. En we sporen de vrouwen, we gaan de vrouwen... En heel veel vrouwen zijn ook groep gemaakt dat wij niet goed deugden. En ik Arukio. Oh jeetje. Ja, dat wij niet goede vrouwen zijn. Dat wij westerlijk geworden. Dat wij onze cultuur schaden. Maar die vrouwen die dat deed, we hadden toen gedacht van, zij schreeuwen. Zij wil hulp nodig. Ze gaat verzetten, weet je. Maar toen hadden wij gezegd, we gaan gewoon een gesprek. En step by step, als wij bruiloft zijn, zeggen wij, je bent toch niet boos op mij persoonlijk. Maar ik wil graag je verhaal horen. Kun je bij mij koffie drinken? Of kan ik jouw koffie drinken? En als die Somalische vrouw zegt, kom je koffie drinken? Of kan ik jouw koffie drinken? Zeggen ze, nee, je hoeft niet naar mij te komen. Dat is de cultuur die wij niet hebben. Dan zeggen ze, oké, kom, maar op die tijd. En daarna hadden wij gedacht van, oh, misschien gaan wij ook naar mannen aanbakken. En ook jongens aanbakken. Want die moet je natuurlijk ook meenemen. Die moeten ook meenemen, gewoon meenemen. Met mannen we hebben en heel met jongens. Ja, voorlichten gegeven voor verschillende nationaliteiten. Omdat wij verschillende sleutelpersonen zijn. Ja. Nou, heel mooi, Sarah. En ik denk als je jou zo hoort praten, besef je ook dat je echt je nek uitsteekt. Ja. Het is niet altijd makkelijk. Het is altijd makkelijk. Je neemt je eigen verhaal mee in het bespreekbaar maken. Ja, precies. Wat ik, mijn laatste vraag is dan voor nu. Ik denk dat de kijkers thuis ook wel benieuwd zijn van... als zij met een sleutelpersoon willen werken. Of, hoe gaat dat dan? Het is eigenlijk belangrijk dat professioneel is. En gewoon als zij bijvoorbeeld verloskundige, jeugd en verpleegkundige. En dat zij sleutelpersonen contact opnemen. Want het is eigenlijk drempel van de vrouw dat zij die professioneel is een gesprek kunnen voeren. Ze gaat gelijk verzetten, maar als die sleutelpersonen bij zijn... dan gaan ze wel een verhaal vertellen in eigen taal. Dan ga ik Nederlands zeggen. Dan voelt ze ook gemak om dat ze iemand die zij vertrouwt naast haar zit en dan haar vertaalt. Je zijn eigenlijk verhalen, een soort brug. Ja, verhaal kunnen vertellen. Ja. Wij zijn eigenlijk in een brug van tussen de rivieren. Want het is echt heel moeilijk dat traditionele vrouwen naar de professionele gaan en vertellen van haar probleem. Dat kan niet. Misschien vrouwen die een klein beetje vertellen, maar niet helemaal. En ik zou echt aanraden dat ze een van ons gewoon mee kunnen nemen. En het kost ook niks, sowieso. En meestal is het issue van Nederlands probleem is geld. Maar wij zijn bereid voor verschillende in groepen.
uit Sudan, Eritrea, Ethiopië, Egypte, Somalië. Dus het is echt om aan te raden dat een van ons gewoon in het gesprek aanwezig zijn. Ja, ik ga nog heel even kijken, Sarah, of er nog vragen zijn via de chat. Even kijken hoor. Er wordt nu getypt. Oké. Okay. Even kijken hoor. Ja, hoe kunnen mensen in contact komen met een sleutelpersoon? En in Rotterdam en, ja? en in alle steden is er verschillende manieren contact opnemen. Maar als we in Rotterdam... Voor Rotterdam. Rotterdam is een CJG, Centrum Jeugd ja? Gezien. Ja? En we hebben twee projectleiders, Marion en Marijke. Ja. En die twee kan je wel, als je naar de website kijkt, dan neem je contact. En we hebben altijd overleg met... binnen de 4 weken altijd ja. overleg wat wij hebben. Wat ik denk dat het hebben. Goed is als wij die wel, daar, contactgegevens even in de chat kunnen zetten. Hè? Van Marion en Marijke. Ja. Voor als mensen vragen hebben. Juist. Dan heb ik nog één vraag. Dat is de allerlaatste, Sarah, voor jou. En die is meteen wel spannend. Maar wat zeg jij tegen mensen die zeggen van... meisjesbesnijdenis, dat hoort bij het geloof? Ja. En ik zou zeggen tegen hun, ze weten niet van hun geloof. Ze hebben niet verdiept. In 2006 in Rotterdam hadden wij getraind voor priester, imams, hadden wij gezegd. En we hebben opgenomen. We hadden die vraagstuk naar hun gesteld. We hadden gezegd van, we hebben vrouwen die nog steeds geloven dat of het een geloof is. Wat zouden jullie die vrouwen kunnen vertellen? En toen hebben ze in de Koran staat nergens dat vrouwen verminkt worden. En in de Bijbel ook niet. Dus en toen hadden wij heel veel vrouwen, imams uitgenodigd. Maar nu op dit moment niemand zegt niet. Heel af en toe horen wij sunna. Maar ik zou zeggen, blijf alsjeblieft af van meisjes. Het is niks mee te maken met geloof. Het is een hele oude traditionele praktijk. Dat lijkt praktijk. Me een hele goede dus, boodschap. Ja. Ja. Heel erg mooi. Mijn stille heldin eigenlijk, hè? Sarah. Een applaus. Ja, er zijn hier een paar mensen die voor je kunnen klappen. Maar ik hoop dat jullie achter de schermen ook gaan klappen. Dank je wel, Sarah. Graag gedaan. Nou, ik denk dat jullie nu snappen waarom ik ze stille heldinnen noem. We gaan nu weer terug naar het verhaal van Naila. En die heeft inmiddels dus ook met een sleutelpersoon gesproken. In Naila's hoofd stormt het. Ze was geïmponeerd door de verschijning van deze vrouw. Ergens voelde ze een prettig soort herkenning bij deze vrouw in dit nieuwe land. De sleutelpersoon had alles duidelijk en rustig verteld. En Naila was erg onder de indruk. Maar het stuitte haar ook tegen de borst. Ze reist in haar hoofd terug naar Soedan. Ziet haar moeder en tantes voor zich die van haar houden. Zij zouden haar geen schadelijke dingen willen bijbrengen. Sterker nog, ze wilden ervoor zorgen dat Naila een goede vrouw was die bijdroeg aan de status van hun familie. En daar is Naila eigenlijk nog steeds blij mee. De pijn hoort erbij. Dat weet ze. En toch, ergens voelt ze een soort prikkeling, een licht gevoel van opluchting. Dat de pijn waar ze zo aan gewend was misschien niet normaal is. Dat het oké is om erover te praten hier in Nederland. En dat er hulp beschikbaar is. Dat dit behandeld kan worden. De sleutelpersoon vertelde haar over het spreekuur bij medische klachten. Naila is al zo lang gewend aan de pijn en de klachten dat het een vertrouwd ongemak is geworden. Maar is het voor te stellen om ook zonder te leven? Hoe zou haar leven er dan uitzien? Toch voelt het ook als een stap te ver. Is het denkbaar dat ze afstand kan nemen van deze traditie? Naila heeft dus de tip gekregen om naar het spreekuur te gaan. En om een goed beeld te krijgen bij wat ze allemaal kunnen betekenen voor vrouwen zoals Naila, ga ik nu in gesprek met de verpleegkundige van het nazorgspreekuur. En dat is Martine Bos. Hi Martine. Goedemiddag. Welkom in de uitzending. Als het goed is heb je het verhaal van Naila ook gehoord.
En zij is naar het VGV nazorgspreekuur gestuurd. En daar kan jij me natuurlijk alles over vertellen. Waarvoor kunnen vrouwen daar terecht? En misschien kan je ook vertellen met welke klachten en problemen vrouwen vooral binnenkomen bij dit spreekuur. Klopt. Dankjewel, Santi. We hebben sinds 2018 in Nederland op verschillende plekken een nazorgspreekuur. Op het hoogtepunt waren er volgens mij 13 verschillende plekken. En inmiddels is dat afgenomen naar 8. Dat heeft een beetje met de financiering te maken. En de nazorgspreekuren worden gehouden door artsen en verpleegkundigen die daarvoor opgeleid zijn. En we werken heel nauw samen met sleutelpersonen. Maar ook met professionals. Zoals je weet is de jeugdgezondheidszorg speelt een hele belangrijke rol in de preventie van meisjesbesnijdenis. Proberen te bespreekbaar te maken met ouders en kinderen. Maar het nazorgspreekuur draagt ook heel erg bij aan een goede preventie van meisjesbesnijdenis. Door met de vrouwen te spreken, naar hun verhalen te luisteren, ook wat we vandaag doen. Komen we er vaak achter dat er bijna nooit gesproken wordt over seksualiteit of over meisjesbesnijdenis. We hebben veel materiaal wat we gebruiken. Dus we hebben een pop waarop je de anatomie van de mens kan uitleggen. In de gesprekken is dan ook merkbaar dat, ook al zijn vrouwen hoog opgeleid, dat het over de mannelijke en de vrouwelijke genitaliën niet vaak is gegaan. Gaan vragen stellen van hoe zit het, heb je biologie gehad, vind je het goed als we het daar eens over hebben. En daardoor kunnen we goed scheiden de klachten die ontstaan zijn door meisjesbesnijdenis van de klachten die je al hebt als vrouw zijn. Heel vaak is het zo dat vrouwen veel vragen hebben over de pijn die ze hebben. Een beetje wat je zei in het verhaal van Naila, hoort dat nou bij mij? Of is het misschien zo dat het niet hoort? En tijdens onze contacten is het vaak zo dat er opluchting is. Maar ook, vaak komen vrouwen voor de eerste keer samen met een sleutelpersoon. En dan zegt de sleutelpersoon even om het ijs te breken. Of een grapje zoals Sarah noemde. Maar joh, we zijn alle twee zo zenuwachtig, want we zijn niet gewend om dit te bespreken. En dan lachen we wat en dan zeggen we, joh, hè, we zijn alle drie vrouwen, dus laten we het alsjeblieft zo open mogelijk proberen te doen. Dus het is luisteren naar verhalen en het is eigenlijk zo goed mogelijk de inschatting maken welke hulp een vrouw nodig heeft om kwalitatief goed te kunnen functioneren. Vaak is het zo dat vrouwen komen als ze zwanger zijn. En ik kon door een of andere technische reden het verhaal van Gea net niet horen. Maar als ik iets dubbel zeg, nou ja, dat is niet zo heel erg. Vrouwen komen soms ook met verhalen van dat hun ouders of dat hun moeder gezegd heeft, je bent een klein beetje besneden. Het is niet zo erg. En dan blijkt tijdens het nazorgspreken dat ze klachten hebben waarvan ik denk, hé. En dan vraag ik of ze willen kijken met een spiegeltje, of ze kunnen kijken welke type ze hebben. We hebben de body, hè, waar ze te kunnen aanwijzen. En dan zeggen ze, nee, maar ik doe dat niet. Ik wil niet naar mezelf kijken. Vind je het goed als we samen kijken? En soms kom je er dan achter dat vrouwen denken dat ze niet dichtgenaaid zijn, maar dan zijn ze toch dichtgenaaid. Een aantal keren zwanger geworden, bevallen via de keizersnee, niet via de vagina. En soms dus ook niet zo goed weten wat er nou precies gebeurd is tijdens hun besnijdenis. En het is al genoemd, het zijn medisch-lichamelijke klachten, maar de psychische klachten zijn ook heel erg aanwezig. Dus een aantal keren met elkaar praten over wat is dat nou, anatomie, wat is het vrouw zijn, wat zijn je vragen. Ja. Het is een traject waar je ingaat voordat je goed weet waar vrouwen terecht kunnen. En we hebben een netwerk en ik ben ontzettend verheugd om te horen dat er een expertisecentrum is. Dus ik hoop dat de samenwerking alleen maar beter wordt. Op dit moment hebben we... Sorry.
Ik zei heel mooi om dit te horen. En ik kan me voorstellen dat kijkers zich nu afvragen, hè, voor vrouwen. Hoe werkt dat? Hoe kom je daar terecht, hè, als vrouw? En wat als er niet zo'n spreker in de buurt is? Waar kan je dan hulp krijgen? Ik denk dat op de site van VAROS en op de site van EFSAN. EFSAN is Somalische Federatie Association Nederland, die sleutelpersonen opleidt. Staat de sociale kaart en ook de folder van de nazorgspreekuren. En daar staan op de achterkant van die folder de locaties en de telefoonnummers. En vrouwen komen vaak bij ons door sleutelpersonen, door de huiskamergesprekken die Sarah net ook al noemde. Maar ook via de jeugdverpleegkundige of zoals bij mij. Ik heb vorig jaar een aantal doorverwijzingen gekregen via vluchtelingenwerk. Hè? Dus dat vluchtelingenwerk een gesprek doet met vrouwen en dat ze dan zeggen, goh, weet jij van het bestaan van het spreekuur voor vrouwen die besneden zijn? Dus professionals zoals de jeugdgezondheidszorg, sleutelpersonen, mensen in je netwerk. Ja. Nou, Martine, heel erg bedankt voor deze informatie. Je hebt het heel helder verteld en daar wil ik jou voor bedanken. En ga vooral door met dit belangrijke werk. Heel erg bedankt. Heel graag gedaan. Dankjewel. Oké. Okay. Nou, dat was het mooie verhaal van Martine. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is wat ze doen. En dan gaan we nu door naar het laatste onderdeel van het verhaal van Naila. Naila ligt in het ziekenhuis. Ze is bezweet en alles trilt. Ze voelt zich licht in haar hoofd. Naila is gewend aan pijn, maar de bevalling is anders dan ze ooit heeft gevoeld. Haar man is er niet, al zou ze nu best zijn hand willen vasthouden. Maar gelukkig staat de sleutelpersoon aan haar zijde. De verloskundige had het tegen haar gezegd: vraag iemand die dicht bij je staat om je bij de bevalling te ondersteunen. En de enige die Naila kon bedenken was deze sleutelpersoon. En ze is nog gekomen ook. Ze is er al urenlang, samen met de verloskundige. Naila is bang, maar ze weet dat ze niet alleen is. Gesteund door deze nieuwe krachtige vrouw in haar leven, in dit land wat niet haar thuisland is. Ergens weet ze dat ze dit kan. Ook zonder haar moeder, haar tantes en zussen. Ze kan haar kindje op de wereld zetten. Het is niet te bevatten. Het kleine wezen in haar armen is haar baby. Het is een meisje. En vanaf het eerste moment weet Naila dat dit meisje Amira zal heten. Naila voelt het warme lichaampje tegen het hare. Hoe het zichzelf helemaal aan haar toevertrouwt. Voor alles nog helemaal afhankelijk van haar. Voor de baby is Naila haar hele wereld. En zij zal er alles aan doen om deze kleine het mooist mogelijke leven te geven. Naila had nooit gedacht dat haar baby in Nederland geboren zou worden. Ze zal haar alles vertellen over vroeger. Haar land, de verhalen, een hele rijke erfenis. Zal zij de traditie van meisjesbesnijdenis ook aan haar dochter doorgeven? Of vindt Naila dit voor haar dochter toch een te schadelijke traditie? Nou, hiermee zijn we aan het einde gekomen van het verhaal van Naila. Het was ons eerste verhaal. En zij staat dus eigenlijk symbool voor de 200 miljoen wereldwijd besneden vrouwen. En in Soedan zijn 87% van de vrouwen besneden, dat noemde ik net al. En straks, na de pauze, gaan we verder met het tweede verhaal. Dat is het verhaal van Aissatou. En Aissatou en haar moeder komen uit Guinea, waar maar liefst 97% van de vrouw is besneden. Dus dat ligt nog hoger. Dus naar hun verhaal luisteren we straks. Maar we gaan nu eerst naar een korte pauze van een kwartier. Dus ik zie jullie heel graag over een kwartier hier weer terug.
Een hele goede middag en fijn dat jullie weer terug zijn bij onze Zero Tolerance Day conferentie vandaag uit het Bibliotheektheater in Rotterdam. We hebben net in het eerste gedeelte geluisterd naar het verhaal van Naila uit Sudan. We hebben verschillende professionals gehoord, sleutelpersonen die ons hebben verteld hoe ingewikkeld en complex deze problematiek is. En in het tweede deel gaan we luisteren naar het verhaal van Aissatou. En daar gaan we nu mee beginnen. De titel van het verhaal van Aissatou is Dromen van mijn moeder. Aissatou is 16 jaar. Als klein meisje met haar moeder uit Guinea naar Nederland gekomen en opgegroeid in Rotterdam. Ze woont met haar moeder in een klein huis in Rotterdam-West. In alles voelt ze zich Rotterdammer. De stad waarin zij kan opgaan, onderdeel ervan worden. Rotterdam omarmt haar. Wat ze niet kan zeggen van haar moeders verleden. Guinea. Het land waar ze weliswaar was geboren, was een mysterieus oord waar haar moeder zelden iets over losliet. Soms schemerden stukjes van dit verleden door in haar moeders taal, in haar eten en haar kleding. En natuurlijk waren er de tantes die wel eens contact probeerden op te nemen. Aissatou verstaat niet alles van haar moeders taal, maar in de telefonische gesprekken die ze opvangt lijkt het dan vaak over haar te gaan. Over Aissatou, over haar leven. Het zijn altijd verhitte gesprekken. Haar moeder zonderde zich dan altijd af, maar de emotie was voelbaar door de muren heen. Het vervelende was alleen dat ze er daarna niets over wilde zeggen. Al lagen de boosheid en het verdriet uitgesmeerd over haar gezicht. Aissatou, richt je op je toekomst. Doe je best op school en wees onafhankelijk. Dat was de standaardreactie als Aissatou weer eens op het wanhopige afvroeg waar die gesprekken toch over gingen. Guinea is het verleden. Maar wat was er toch met dat Guinea? Hoe meer haar het zicht hierop werd ontnomen, hoe nieuwsgieriger en aantrekkelijker het werd. Dan zou ze zelf maar op onderzoek uitgaan. Haar moeder hield haar mond over vroeger, de familie en de telefoontjes, maar ze kon moeilijk het hele land voor Aissatou verborgen houden. Aissatou fietst naar school. Ze heeft er zin in. Vandaag komt er een theatergroep langs. Aissatou doet hard haar best op school en ze haalt hoge cijfers. Later ziet ze zichzelf voor zich in een flitsend beroep waarbij ze zich inzet voor de wereld. Zelfverzekerd en in een net pak, net zoals haar moeder haar graag voorspiegelt. Maar een verschil in de wereld kan ze misschien ook wel maken door te acteren. Over die droom heeft ze nog niemand verteld. Die droom is nu nog voor haar alleen een geheim. Het theaterstuk gaat over iets waar Aissatou nog nooit eerder over heeft gehoord. Vrouwelijke genitale verminking. Als ze snapt waar het over gaat, voelt ze onbewust een rilling over haar lichaam. Ze knijpt haar benen tegen elkaar aan. De gedachte alleen al doet pijn. De actrices in het stuk maken indruk in hun gewaden, hun uitstraling, trots en fier. Ergens lijken ze op haar moeder. Ze hebben het zelf meegemaakt toen ze nog heel jong waren. De herinnering eraan is pijnlijk en vol trauma. Toen woonden ze in een omgeving die dit zag als een grootse en waardevolle traditie. De hele gemeenschap stond erachter. Maar nu, in Nederland, zetten ze zich juist in voor de aanpak hiervan. Omdat het schadelijk is, verminkend, een schending van mensenrechten. Soms moet Aissatou tijdens het stuk zelfs lachen. Dat is de kracht van deze vrouwen. Zo'n moeilijk onderwerp toch woorden geven. En luchtigheid. Als in het nagesprek de landen worden genoemd waar dit voorkomt, schrikt Aissatou. Ook Guinea zit in dit rijtje. Zou dit ook een traditie zijn die leeft in haar familie?
Ze kijkt weer naar de actrices van de voorstelling Hechting en hoopt dat zij later net zo'n krachtige uitstraling zal krijgen. Wat zijn ze stoer. Aissatou neemt een besluit. Ze gaat haar moeder ernaar vragen. Wat weet zij over vrouwelijke genitale verminking? Of meisjesbesnijdenis, zoals het ook werd genoemd. Maar een van de actrices uit het stuk vond dat eigenlijk een veel te zacht woord. De gruwelijke verminking die het was, verbloemend. Haar moeder kijkt alsof Aissatou heeft verteld dat ze nooit meer naar school zal gaan. En toch reageert ze niet. Mama, je weet hier meer vanaf. Anders zou je niet zo kijken. Haar moeder zwijgt. Je kan niet alles geheim voor me houden. Haar moeder zucht diep. Je moet ook niet alles willen weten, Aissatou. Sommige dingen moet je lekker in de schemer laten rusten. Als je zulke dingen zegt, wil ik juist meer weten. Ik ga je hier niet over vertellen, Aissatou. Dat kan ik niet, zegt haar moeder. Maar misschien ken ik wel iemand die dat wel kan. Haar moeder kent een sleutelpersoon. Net als de actrices uit de theatervoorstelling Hechting helpen zij in de aanpak van deze verminking. Als Aissatou er zo graag over wil praten, dan moet ze dat maar met deze persoon bespreken. Maar eigenlijk heeft ze nu alleen nog maar meer vragen. Wat doet de sleutelpersoon eigenlijk en hoe kent haar moeder zo'n persoon? Daar moet haar moeder er toch wel meer over weten. Maar ze kan aan de blik in haar moeders ogen zien dat het klaar is. Het lijkt wel op de blik die ze heeft als een van haar tantes uit het mysterieuze Guinea heeft gebeld. Ze moet het voor nu maar hierbij laten. Dan maar verder met deze sleutelpersoon. Wat dat ook mag zijn. Ja, ik word eigenlijk altijd heel erg blij van onze sleutelpersonen. En ik kreeg net nog even in de chat door dat het natuurlijk ook belangrijk is om te vermelden dat we ook mannelijke sleutelpersonen hebben. Ik heb het steeds over heldinnen, maar we hebben natuurlijk ook helden. Dat wil ik even benadrukken. En dat is ook heel erg belangrijk als het gaat om het bereiken van de mannen en de jongens. Want dat is natuurlijk ontzettend belangrijk, willen we dit duurzaam oplossen. Nou, dan ga ik nu weer verder naar het verhaal van Aissatou. En ook zij heeft inmiddels gesproken met de sleutelpersoon. Weer is Aissatou onder de indruk. Zo'n vrouw, zo'n sleutelpersoon ziet ze als een voorbeeld. Zij maakt echt een verschil in de wereld. Gedachten gaan steeds weer rond in haar hoofd. Hoe kan deze vorm van verminking door sommigen worden gezien als een belangrijke traditie die absoluut moet worden doorgegeven? En aan de andere kant zijn er zoveel actief om deze traditie juist uit te bannen. Waar komen de overtuigingen toch vandaan? Aissatou denkt aan de verhalen die ze per ongeluk wel eens opvangt over de familie. De emotionele uitbarstingen van haar moeder aan de telefoon. Hoe het dan vaak over haar leek te gaan. Zou dat ook met deze traditie te maken hebben? Zou ze nichtjes of tantes hebben die dit hebben meegemaakt? Zou haar eigen moeder dit hebben ondergaan? Onbewust slaat ze een hand voor haar mond. Hoe vaak komt dit eigenlijk voor in de wereld? Wat zijn de cijfers? Voor het duiden van de cijfers van VGV, wat best een complex verhaal is, hebben we vandaag gelukkig een expert bij ons. En dat is Ramin Kawous. En hij is onderzoeker bij Faros. En volgens mij is dat ook wel de enige mannelijke onderzoeker die ik ken in dit veld. En dat vind ik een goede zaak. Ramin, ben jij bij ons? Ja, ik zie je inmiddels in beeld. Hi, welkom. En wat fijn dat jij ons wat meer duiding kan geven over de cijfers. Want ik heb natuurlijk gedurende de uitzending wat cijfers genoemd. Maar dat zijn meer een beetje de algemene cijfers. En misschien kan jij ons wat meer verdieping daarop geven van hoe vaak, hoeveel besneden vrouwen zijn er nou in Nederland. Misschien is er een top 5 qua risicolanden. En waar ik zelf ook heel erg benieuwd naar ben, want we zijn in Rotterdam.
Hoe zit het nou eigenlijk hier in deze stad? Ja, nou, goede vraag inderdaad, Shanti. Ik leg het graag toe. We hebben in 2018 een onderzoek gedaan naar de omvang en risico van VGW in Nederland. En daar hebben wij een video over gemaakt, een animatie van Pia, die het misschien beter kan uitleggen dan ik. Dus misschien goed dat we nu overgaan naar video en daarna beantwoord ik graag de vragen. Prima. In Nederland wonen meer dan 40.000 meisjes en vrouwen die besneden zijn. En 4200 meisjes lopen het risico om besneden te worden. Dit zijn de actuele cijfers. VGV is een culturele traditie. Wereldwijd lopen elk jaar ongeveer 3 miljoen meisjes het risico om besneden te worden. En in totaal zijn naar schatting 200 miljoen vrouwen en meisjes besneden. Hoe zit het in Nederland? In 29 landen waar VGV voorkomt, zijn vrouwen per regio ondervraagd. We weten zo welk percentage van de meisjes en vrouwen in die landen besneden is. Deze cijfers zijn gecombineerd met diverse gegevens van vrouwen in Nederland die gemigreerd zijn uit landen waar VGV voorkomt. Denk aan gegevens als geboorteplaats, leeftijd bij aankomst in Nederland en generatie. Zo hebben we kunnen vaststellen hoeveel gemigreerde vrouwen die besneden zijn in Nederland wonen. De migratie van vrouwen uit landen waar VGV voorkomt is de afgelopen jaren gestegen. In Nederland wonen 95.000 meisjes en vrouwen die zijn gemigreerd uit landen waar VGV voorkomt, of van wie tenminste één ouder uit één van deze landen komt. Naar schatting 43% van hen is besneden. Daarnaast lopen 4200 van in totaal 38.000 meisjes in de leeftijd van 0 tot 19 jaar oud het risico om besneden te worden. Zij lopen dat risico vooral als hun ouders de traditie willen voortzetten en preventieve maatregelen hen niet bereiken. Ja, dat vind ik nog steeds een heel erg goed filmpje. Het geeft inderdaad heel veel inzicht. Dank voor het delen, Ramin. En dan hebben we nog de vraag, hè, die ik had gesteld. Ja, klopt inderdaad. De cijfers in Nederland, dat is inderdaad net gepresenteerd. 41.000 vrouwen die besneden zijn. En de meeste vrouwen zijn in landen van herkomst besneden binnengekomen in Nederland. Goed om benadrukt te drukken. En 4200 meisjes die in de komende 20 jaar het risico lopen. En wat cijfers in Rotterdam betreft, we hebben de cijfers niet regionaal berekend. Maar als we nu naar aantal vrouwen kijken in regio Rotterdam, er wonen ongeveer 38.000 meisjes en vrouwen uit landen waar VGW voorkomt of landen waar sprake is van vermoeden van VGW. En ongeveer rond 9.000 van deze vrouwen of meisjes zitten in de leeftijd tussen 0 en 18. Maar wij kunnen niet precies berekenen van welke meisjes exact risico lopen op VGW. Want dat kunnen we niet uitfilteren, dat is ook niet mogelijk. Dus het is vooral belangrijk dat onze preventiemaatregelen, voorlichting van sleutelpersonen, voorlichting door verloskundigen, JGZ overal, al deze meisjes en of ouders van deze meisjes, dat die preventiemaatregelen hen bereikt of dat zij het ook echt gaan volgen. Ja, dat wordt inderdaad heel erg duidelijk hiermee, dat we alert moeten blijven. Ik heb nog een laatste vraag. In het verhaal over Aissatou gaat het over Guinea. En ik schrok wel over de cijfers. 97% van de vrouwen is daar besneden. Kan je daar nog wat meer over vertellen? En moeten we daar nog extra alert op zijn hier in Nederland? Absoluut. De prevalentie is inderdaad, zoals je ook hebt genoemd, enorm hoog, 97%. De gemeenschap is in Nederland klein, ongeveer 2000 meisjes en vrouwen die hier wonen. Maar omdat de prevalentie daar laag is, dat verhoogt ook de prevalentiecijfers in Nederland. Dus het is vooral belangrijk dat vrouwen die besneden zijn en ook uit Guinea, dat zij ook gewoon goede zorg krijgen, maar ook meisjes uit Guinea ook preventiemaatregelen ondergaan. Gelukkig is de type, wat type 3 betreft, de infibulatie in Guinea, wat lager, 7%.
Maar dat zijn eigenlijk de kerngegevens over Guinea. Oké. Ramin, ik zie nog een vraag in de chat. Kan je ons vertellen hoe mensen bereikt worden uit prevalentielanden? Hoe ze bereikt worden? Ja. Of? Het is zo, ja. Er wordt nu druk getypt, maar... Heel even wachten hoor, dus we moeten sneller typen hier. Even kijken. Hoe preventiemaatregelen mensen in Nederland bereiken? Nou, we hebben eigenlijk een heel goed systeem. Ja. Nee, sorry, ga verder. Dus hoe preventiemaatregelen hen dus in Nederland bereiken. We hebben een heel goed systeem. Zoals de meeste van jullie weten in Nederland. JGZ-organisaties in Nederland hebben in hun basis als basistaak om ouders uit risicolanden voor te lichten. Ze komen daar voor andere, zoals alle meisjes ook, voor vaccinaties en andere zaken. Dus de meeste ouders krijgen eigenlijk, bijna alle ouders krijgen ook zo'n voorlichting. En dat moet ook natuurlijk vooral doorgaan. Daarnaast, dat is ook hier een beetje besproken, onze sleutelpersonen die voorlichting geven. Dus dat is eigenlijk in de kern een beetje onze preventiesysteem in Nederland. Het is veel uitgebreider dan ik het nu toeleg, maar dat is een beetje in de kern ouders uit risicolanden in Nederland bereikt worden. Ja, dankjewel. Eigenlijk is het inzet op verschillende manieren, hè, om zoveel mogelijk ouders te bereiken. Dankjewel, Ramin, voor je verhaal over de cijfers. En ga zo door met je werk, want het is heel erg belangrijk om die cijfers scherp te hebben. Dankjewel. Dan gaan we nu weer naar het verhaal. En ook Aysa toe heeft inmiddels wat meer gehoord over de cijfers. Na het horen van de cijfers voelt Aysa toe onrust en woede. Zoveel vrouwen en meisjes die zijn besneden of risico lopen. Daar moet toch zeker wetgeving voor zijn? Dit moet toch verboden zijn en strafbaar? Ze vraagt zich af wat de wetgeving erover zegt. Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. Dit probleem kan niet door één land worden aangepakt. Zonder internationale samenwerking kom je er niet. Aysa Tou denkt nog verder na. Wat zou er met haar zijn gebeurd als ze in Guinea was gebleven? En wat doet Nederland eigenlijk voor meisjes uit andere landen die hier asiel aanvragen? Kunnen meisjes die hier risico lopen beschermd worden? Om hier meer over te weten, gaan we nu luisteren naar jurist Martin Vechter van Defence for Children. Ik werk op de kinderrechten helpdesk van Defence for Children. In Nederland is genitale verminking van meisjes bij wet verboden. En terecht natuurlijk. Zero tolerance. In veel andere landen in de wereld zijn er ook wettelijke verboden. Maar in de praktijk blijkt dat een stuk minder te worden gehandhaafd dan in Nederland. In heel veel landen is er in feite nauwelijks bescherming voor de meisjes waar het om gaat. En kinderen uit die landen, die zie ik ook op de helpdesk. En die zijn dan in Nederland in een asielprocedure verwikkeld. Gaat dan bijvoorbeeld om meisjes uit Guinea, waar de prevalentie boven de 95% ligt. En je dus kunt zeggen dat vrijwel ieder meisje daar besneden wordt. Wat mij opvalt, is dat in Nederland heel veel aandacht is voor het voorkomen van meisjesbesnijdenis, bewustwording, campagnes en vooral ook het monitoren dat er geen meisjes naar het land van herkomst worden meegenomen om daar in de zomer tijdens de vakantie te worden besneden. Terwijl tegelijkertijd in de asielprocedure een ontzettende hoge lat wordt gelegd voor meisjes uit diezelfde landen die ook zeggen dat ze vrezen voor genitale verminking. Ze worden afgewezen, tot aan de hoogste rechter. En 2 jaar geleden moest het Europees Hof voor de Rechten van de Mensen nog aan te pas komen om Nederland op andere gedachten te brengen. En toen werden 6 meisjes uit Guinea en hun moeders alsnog in het bezit gesteld van een verblijfsvergunning. Terecht, maar dat had ook in Nederland eigenlijk al moeten worden geconstateerd en dat gebeurde niet. Inmiddels zien we dat er nieuwe zaken van meisjes uit datzelfde land, Guinea, weer worden afgewezen.
En dus blijft Nederland erbij dat die meisjes hier geen asielbescherming verdienen en terug kunnen. Ik vind dat een paradox. En ik zou iedereen dan ook willen oproepen om deze groep niet te vergeten en ook hier aandacht voor te hebben. Ook deze kinderen, die hier geen verblijfsrecht hebben nog, maar in een asielprocedure zitten, verdienen onze bescherming tegen genitale verminking. Een hele belangrijke boodschap van Martin Vechter. Die komt wel even binnen. Ik denk dat er zeker werk aan de winkel is op dit vlak. Dan gaan we nu weer verder met Aysa toe. Er beginnen puzzelstukjes in elkaar te vallen in Aysatou's hoofd. Over haar moeder. Over de geheimen. Waarom alles vroeger een groot mysterie was. Ze fietst naar huis. Het regent. Ze trapt zo hard als ze kan en voelt hoe de regendruppels op haar wangen zich vermengen met warme tranen. Mama, je hebt het voor mij gedaan, hè? Je bent naar Nederland gekomen om mij te beschermen. Het is alsof de tijd stilstaat als haar moeder Aysatou aankijkt en eindelijk vertelt over de echte reden waarom ze jaren geleden vertrok naar Nederland. Hoe niemand in haar familie en de gemeenschap het begreep dat zij deze traditie niet wilde doorgeven aan haar dochter. Sterker nog, ze wilde dat haar dochter helemaal nooit wat zou horen over meisjesbesnijdenis. De pijn en de levenslange littekens die het met zich meebracht. Daar wist de moeder van Aysatou zelf alles van. Maar de familie wilde er niets van horen. Ze dreigde met acties als ze haar dochter niet op zou laten groeien tot een echte goede vrouw. Haar familie leek haar familie niet meer. Familie werd een woord om tegen te strijden. En uiteindelijk zelfs voor te vluchten. De banden doorsnijden was het pijnlijkste wat ze ooit had moeten doen. Daarom praat ze nooit over Guinea. Dat doet te veel zeer. Alleen een paar tantes weten wat haar telefoonnummer is. Die proberen haar nog steeds over te halen, maar dwingen niet. Ze willen dat ze terugkomt. Maar daar twijfelt ze niet over. Het was de moeilijkste beslissing ooit. Maar elke dag, als ze naar Aysatou kijkt, weet ze dat haar beslissing juist is. Voor haar dochter veranderde ze haar wereld. En dat was het waard. Om haar dochter gezond en wel in Nederland te zien opgroeien was onbetaalbaar. Aysatou gloeit en glimt. En beseft dat ze vanaf haar geboorte is gezegend en beschermd door de dromen van haar moeder. De stoerste vrouw van de hele wereld, gewoon bij haar thuis. Haar eigen stille heldin. Dat was het einde van het verhaal van Aysatou. Het probleem van vrouwelijke genitale verminking is nog lang de wereld niet uit. Dat hebben we gehoord. Het is een kwestie van doorgaan, doorzetten en een hele lange adem. Maar ik hoop dat verhalen zoals die van Aysatou en haar moeder hoop bieden. De kracht van moeders en dochters kunnen cirkels van geweld doorbreken en daarmee een andere toekomst geven aan volgende generaties. We zijn hiermee ook aan het einde gekomen van het plenaire deel. Beste mensen, fijn dat jullie hier weer terug zijn voor onze afsluiting. We hebben vandaag ontzettend veel gehoord. We zijn net uit allemaal workshops gekomen. Ik heb net genoten van een prachtig gesprek wat ontstond na de theatervoorstelling van Hechting. En ik denk dat ik er meer dan ooit van doordrongen ben hoe belangrijk het is dat wij gezamenlijk een vuist maken in de aanpak tegen vrouwelijke genitale verminking. Het is een hardnekkig en complex probleem. Een kwestie van een hele lange adem. Maar ik voel vandaag toch ook wel een beetje hoop.
En we hebben natuurlijk iedereen nodig in de aanpak. Mannen, vaders, zonen. Maar vandaag ben ik heel erg geraakt door de moeders en de dochters die voorbij zijn gekomen. In het verhaal van Naila uit Soedan bij plenaire deel hebben we gehoord hoe zij eigenlijk die keuze kan maken voor haar dochter om die traditie van vrouwelijke genitale verminking te beëindigen. In het tweede verhaal hebben we gehoord hoe de moeder van Aissatou eigenlijk een heel groot offer bracht om haar dochter te redden en te beschermen. Maar ook in Rotterdam hebben wij hele bijzondere moeders en dochters. We hebben van sleutelpersoon Heba gehoord dat ook haar moeder het ultieme offer bracht om ook haar dochters te beschermen. Dan wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken. Ik denk dat dit een hele bijzondere editie was van Zero Tolerance Day. Ook mede namens alle partners wil ik jullie bedanken. En ik hoop dat jullie allemaal zijn geraakt en geïnspireerd om ook gezamenlijk verder te gaan. Ik vond het eigenlijk wel een grote eer om deze dag te mogen voorzitten en de verhalen te vertellen. En ik denk dat ik namens iedereen spreek als ik zeg graag tot volgend jaar.